hebben gewoon last als hun ouders uit elkaar gaan. En dat heeft gemaakt dat we zeiden van, daar moeten we wat mee. Het gaat dan vooral om de zogenoemde vechtscheidingen waar het centrum op doelt. En er is behoefte aan een spreekuur. Ja, dat is nodig, want we hebben eigenlijk de laatste jaren merken we dat er heel veel vragen zijn die gerelateerd zijn aan echtscheidingen. Dus wij dachten met elkaar, wij willen aan die voorkant wat doen. We willen mensen van informatie voorzien, uitleggen hoe het in zijn werk gaat, maar ook uitleggen wat het doet met je kinderen als je uit elkaar gaat. Centrum Jeugd en Gezin Zwolle kiest bewust voor de samenwerking met een advocatenkantoor. Ook de advocaten zien bijna dagelijks de gevolgen van een moeizame scheiding. Voorbeelden uit de praktijk, ja, die zien die waar jeugd en gezin tegenaan loopt, daar lopen wij ook tegenaan. En wij deelden echt het belang bij ook zo vroeg mogelijk al informeren en begeleiden, zodat de kans op problemen voor kinderen zoveel mogelijk voorkomen kan worden. En als er al wat schade is, dat die zo beperkt mogelijk blijft. Het is misschien wat vreemd om meteen een advocaat bij het spreekuur te hebben, maar de betrokken partijen zien dat anders. Is een keus geweest omdat we en inhoudelijk informatie wilden geven, maar ook wilden gaan kijken van hoe kun je in een vroeg traject met ouders dat zorgvuldig uitvoeren. Dus kijken van wat gaat het kosten, maar ook kijken van als we het met mediation doen, straal je uit dat je altijd in gesprek blijft. En dat is voor een kind veel beter.